lokaal. We kijken naar de opening van het honk- en softbalseizoen van Almere 90. Het seizoen voor Almere 90 wordt geopend door de wethouder van sport René Peters. Honkbal is een fantastische, dat is nou echt een voorbeeld van een sportieve sport. Hè? Maar je hebt enorme kracht nodig, je hebt enorme concentratie nodig, snelheid. Het is een hele boeiende sport. Zowel heren 1 met honkbal als dames 1 met softbal spelen hun eerste thuiswedstrijd van dit seizoen. Softbalcoach Edwin Pieneman blikt vooruit op het komende seizoen voor de dames. Wij willen graag proberen promotie te bewerken, omdat volgend jaar ook de competitieopzet anders gaat worden. En zeker gezien onze fantastische jeugdopleiding, waar zowel de pupillen, kadetten als junioren op het hoogste niveau spelen. Veel talentvolle speelsters. En die moeten we eigenlijk iets meer kunnen bieden op het hoogste niveau bij de dames 1. Meiden als Dagmar Bloeming, de beste pitcher van Oranje, Arke Spelspel en Oranje, zijn weggegaan. Een beetje voor mijn tijd, maar vaak ook als reden dat we net iets te laag speelden. En dat moeten we gaan zien doorbreken. Zijn er nog wisselingen in je team in vergelijking met vorig seizoen? Ja, we hebben Sjorne van der Schouw van HCW overgekregen. Die speelde hier vroeger ook altijd. Die is terug bij ons gekomen. En we hebben afscheid moeten nemen van onze Amerikaanse pitcher die hier 4 jaar gespeeld heeft. En daar hebben we een andere voor. Ook een goeie. We hebben 1 wedstrijd gespeeld en daar deed ze het fantastisch. Ja. Ja, vandaag is de opening van het seizoen en we zien hier nu beelden van. Wat is het voor een wedstrijd? Het is niet helemaal de opening van het seizoen, want we hebben vorige week al 2 competitiewedstrijden gespeeld die we gewonnen hebben. Hilversum, tegenstander uit de buurt, veel tegen gespeeld. Vaak gelijkwaardig, kleine uitslagen. Ja, we gaan het helemaal voor. We gaan ze inpakken. Honkbalcoach Terrence Giribaldi blikt vooruit op het komende seizoen voor de heren. Nou, mijn plan is eigenlijk gewoon vol gas te gaan met de nieuwe jongens die we erbij hebben gehaald. De team hebben versterkt, dus we gaan eigenlijk voor de kampioenschap eigenlijk. Ja, wat waren de sterke punten vorig jaar en wat waren de zwakke punten? Nou, ik denk dat een van de sterke punten vorig jaar was de saamhorigheid van het team wel. Want de jongens die zijn achtergebleven, die moesten de klus klaren. Maar in vergelijking met dit jaar hebben we gewoon een sterkere team. En dat maakt dan de kans groter. We hebben meer pitching erbij. Dus we hebben een Dylan Verdang, die zit in het Nederlands team. Die zit ook bij ons in het team. Dus Jasper de Heus, die komt van de hoofdklasse. Dus ik meen dat we toch een goede versterking hebben nu. Ja, we kijken vandaag naar de wedstrijd. En wie spelen jullie vandaag? Tegen Olympia. Dat was vorig jaar die eindigde op de 2e plek. Dus dat moet een goede tegenstander zijn voor een mooie dag als vandaag. We stellen aan Paul Mensen de vraag wat slow pitch softball eigenlijk inhoudt. Het is vooral in Nederland op dit moment wordt het wel gepropageerd als een recreatieve vorm van softball. Wat is het verschil met gewone softball? In eerste instantie zijn de spelers. Er zijn er 10 in het veld in plaats van 9. Daarnaast is de afstand tussen de honken wat groter. En het meest voornaamste is dat de bal, die normaal bij fast-pitch softball gewoon zoveel mogelijk recht gegooid wordt, bij slow pitch zal die altijd met een boog moeten gegooid worden. Hoeveel teams hebben jullie nu? We hebben er nog maar 1. Nou, dat is wel een met een hele pool van mensen daar nog achter. Maar het is nog even kijken of dat het de 2 zullen gaan worden. Almere lokaal.